Dankjewel, Jacob. Ik wil ook de deelnemers vragen om hier plaats te nemen op de plekken. Alles is in onze partij geregeld met reglementen. Dus we beginnen eigenlijk met nummer 1 links. Het is allemaal per notariële trekking bepaald wie waar staat. Gelijke kansen. Daar zijn wij van. Ik wil eens even beginnen met de kennismaking van de verschillende kandidaten. Want ja, hoewel er een aantal mensen bij zijn die volgens mij tot echt wel de harde kern van onze partij behoren, is het ook wel leuk om te weten hoe ze zichzelf introduceren en wat zij over zichzelf willen vertellen. En ik wil beginnen met Meili Vos. Jij schrijft in jouw introductietekstje over strijdbaarheid, over de bevlogenheid en menselijke maat terugbrengen. Dat we samen moeten werken, dit land beter moeten maken. Maar je hebt ook een citaat. We hebben trouwens een foto van Meili. Ik weet niet wat dit bij kan. Hadden we zo bedacht dat het wel leuk was om haar ook in beeld te hebben achter jou. Sorry? Ja, dat klopt. Maar dat is toch veel leuker? Kijk hier. Kijk, daar is ze. Zij schrijft: een strijdbare Eerste Kamerfractie die een vuist maakt tegen de veramerikanisering van de arbeidsmarkt. En toen dacht ik, komt er volgens jou dan helemaal niks goeds uit Amerika? Sommige Netflix-series. Bernie Sanders. Pompoenenfeesten. Nee, er komt natuurlijk heel veel goed uit Amerika. Maar de Amerikanisering van de arbeidsmarkt, dat is iets wat we echt absoluut niet willen hebben in Nederland. En ik zie dat dus wel. Ik ben natuurlijk al een aantal jaar bezig met de arbeidsmarkt. Ik heb een vakbond opgericht tegen de flexibilisering en de onzekerheid van mensen. En je ziet dat sluipenderwijs eigenlijk, nou, ik denk ongeveer vanaf ongeveer het eind vorige eeuw, dat het steeds moeilijker wordt om van je werk te leven. En dat het ook steeds moeilijker wordt voor mijn generatie, eigenlijk de mensen geboren zo na 1970, om gewoon een vast contract te krijgen. En van een vast contract ook je huis kunnen kopen, om aan gezinsvorming te beginnen. En in plaats van dat dat beter is geworden, wordt dat sluipenderwijs wordt dat steeds erger. En dat is iets waar wij als PvdA met onze linkse bondgenoten, ik denk gewoon onze eerste opdracht is op alle plekken waar wij als PvdA zitten, op alle plekken waar we werken, waar we invloed hebben, om dat tegen te gaan. En daar hebben wij ook ideeën over. En ik vind gewoon dat de PvdA aan haar stand verplicht is. We zijn de Partij van de Arbeid. Om gewoon die partij te zijn waar al die bruisende ideeën over de nieuwe problemen van nu, platformwerk, al die onzekerheid, payrollen, om de nieuwe problemen met nieuwe oplossingen op te lossen. Meili, mag je vragen, waarom denk je dat je vanuit de Eerste Kamer daar de beste lans voor kan breken? Nou ja, voorlopig, zoals ik het nu zie, komt de zogeheten wet WAP. Dat is een nieuwe wet van deze huidige coalitie om ook weer wat aan de arbeidsmarkt te gaan doen. Dat komt richting de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer is dan, en dat komt waarschijnlijk vanwege de coalitiedruk, komt die door de Eerste Kamer. En juist in de Eerste Kamer kan je die vragen stellen die je moet stellen over de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid. Maar ook, gaat dit het probleem oplossen? En wat ik er tot nog toe van heb gezien, gaat dat het probleem niet oplossen. En het leuke van Eerste Kamerwerk is natuurlijk, het is parttime. Op die andere plekken waar ik actief ben, waar ik mensen spreek, waar ik ideeën ophaal, waar ik werk, daar zijn we aan het agenderen. Daar zijn we die ideeën aan het verzamelen van hoe je dan wel die arbeidsmarkt eerlijk kan maken. En hoe je dan wel kan zorgen dat mensen zeker zijn. Want te veel mensen zijn onzeker. Het is niet voor niks dat onze, nou ja, het plaatje hiervoor, dat gewoon ook de leus is van de PvdA, zeker zijn. Dat is wat mensen nu in deze eeuw nodig hebben. Dankjewel. Ik wil doorgaan naar jouw buurman, Ruud. Ruud Kolen, jij schreef in jouw motivatie over jouw roots, over je afkomst, over een zielsdorp, over de kansen die je hebt gekregen en ook hoe belangrijk het was dat iemand op een bepaald moment jou een steun gaf, een duw in de rug om jou ook verder te laten ontwikkelen. En je had daar ook je legde daar een link met de waarde van politieke besluiten. En jij schreef daarover, ook politieke besluiten zijn dus van belang om dromen te verwezenlijken. En toen dacht ik, dromen zijn er van allerlei soorten en maten. En dacht ik, als je nou afgelopen week terugdenkt, wanneer had je nou een droom die je hebt onthouden en waarom is die van betekenis voor jou? Nou, moet ik je teleurstellen, want ik heb niet dromen die ik al onthoud. Ik word wakker en dan denk ik, heb lekker geslapen. Dus die droom die ik heb, dit zijn meer dagdromen, niet zo 's nachts als ik wakker als ik geslapen heb. En die droom die ik toen had als klein jongetje was natuurlijk dat je gewoon de wereld wil ontdekken. En dan helpt, dat merk je gewoon, goed onderwijs daar ontzettend bij. Wat ik in die aanbiedingsbrief schrijf is dat, ik kwam uit Zeeland, klein dorp.
Ouders hadden alleen lagere school en dan ging je als jongen automatisch naar de LTS. Werd soms nog wel de ambachtsschool genoemd. En ik ging daar dus ook naartoe. En toen was meneer Kaufman, de leraar metaalbewerken, die zei, ja, wat doet die Rudy? Rudy Kolen heette die toen nog. Wat doet die Rudy hier bij ons op school? En die heeft gestimuleerd dat ik naar de HBS kon in Middelburg. En dat uiteindelijk, de basis gelegd voor de universiteit, zoals ik schrijf. En dat is een verhaal wat ik heb meegemaakt, maar wat heel veel mensen, andere mensen ook hebben meegemaakt. En dan schrijf ik erbij. Ik kon ook uiteindelijk gaan studeren. Ik ben de eerste in de hele familie die naar de universiteit kon. Terwijl ik ook oudere broers heb die het misschien ook al hadden gekund. Maar toen kwam de studiefinanciering voor het eerst los. En toen kon je gaan studeren. En dat is een politiek besluit. Dus het eerste is dat een leraar je helpt. Dat je natuurlijk zelf ook voor moet werken. Maar dat er ook de politieke context is, de omgeving is die je dat mogelijk maakt. En dat is iets wat mij toe bracht van kijk, het doet er dus toe hoe politiek wordt gevoerd zodanig dat mensen hun talenten kunnen ontplooien of dat mensen zekerheid hebben voor in het bestaan. En bij elkaar bracht mij dat tot de Partij van de Arbeid en daar ben ik nog steeds ontzettend trots op. En hoe ziet jouw gedroomde eerste wapenfeit in die Eerste Kamer er dan uit? Nou ja, kijk, het gaat er gewoon om dat je de wetgeving... Kijk, in de Eerste Kamer moest je wetgeving gewoon op kwaliteit beoordelen. Dat spreekt vanzelf. Je moet wetten goed lezen kunnen. En dat, nou, daar heb ik veel ervaring mee en ook uit verschillende functies. Maar je moet ze ook altijd door een bepaalde bril bekijken. Niet alleen van de bril van de kwaliteit, maar ook de bril in mijn geval... Ik neem aan van ons allemaal, van de sociaal-democratische bril. En er komen een heleboel wetten, alle wetten die door de Tweede Kamer zijn gegaan, komen naar de Eerste Kamer. En er komen toch wel weer wetten aan waar het om draait. Of nou om pensioenen gaat, werd net ook gezegd, de flexibilisering van de arbeid. Daar mogen we best wel eens kijken of die ook voldoen aan de sociaal-democratische normen. Bestaanszekerheid, rechtsgelijkheid, solidariteit. Moet je iedere keer naar die wetten kijken. En of je dan van tevoren kunt zeggen, dit wordt mijn wapenfeit, dat is in de Eerste Kamer niet zo. De Eerste Kamer is een kamer van reflectie, die wacht tot er een wet komt vanuit de Tweede Kamer. Maar je kunt wel die wetten op die manier beoordelen, met elkaar in de Eerste Kamer zorgen dat dat geluid dat van de sociaaldemocratie ook heel krachtig gehoord wordt. En dat is denk ik van belang. En krachtig betekent natuurlijk het liefst met zoveel zetels, maar we moeten reëel zijn. We zullen nooit, ooit hadden we 20 zetels in de Eerste Kamer, in de Eerste Kamer alleen hè. Nou, dat zal het niet worden. Maar je kunt ook een geluid krachtig laten horen door gewoon met overtuiging en met nauwgezette aandacht voor die wet, maar met overtuiging vanuit de sociaaldemocratie die wetten te beoordelen. En dat geluid moet gehoord worden overal, ook in de Eerste Kamer. Dankjewel. Ik wil doorgaan naar iemand die wel aardig wat wetten in zijn handen heeft gehad, of door zijn handen heeft laten gaan in een totaal andere hoedanigheid als rechter. En Jeroen, jij schreef in jouw toelichting over jouw rol als oud-rechter, de bescherming en de zekerheid die wetten bieden voor mensen. En jouw oog voor menselijkheid. Maar er was ook een stukje, dat sloot mooi aan, waarmee wij begonnen met een ode aan Wim Kok. En je schreef daarover dat het iemand is waarvoor wij groot respect en waardering hebben. En dat je hoopt dat wij als partij moed putten, meer zelfvertrouwen, meer durf en optimisme. En toen dacht ik, zou je me kunnen vertellen, wat durfde Wim Kok wel, wat jij nog niet durft? Ja. Oh, dat is gemeen. Wat een moeilijke vraag. Zet even het goede plaatje voor ook. Oh, of misschien moet ik het plaatje zo houden dat ik het verkeerde antwoord geef. Kijk, wat Wim Kok, ik vond het, behalve dat ik groot respect voor hem heb, ook een dapper man, omdat hij durfde te gaan staan voor impopulaire maatregelen. Op het moment dat hij premier werd, werd duidelijk dat de verzorgingsstaat die de jaren daarvoor werd opgebouwd, niet meer financierbaar was op de manier waarop die georganiseerd was. En hij durfde te gaan staan voor een maatregel die heel erg pijnlijk was, met name voor kiezers voor de PvdA. Dan heb je wel lef, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was wel noodzakelijk. Dus ik hoop, maar ik weet niet of ik dat durf, dat als ik dezelfde overtuiging heb, ik zie iets aankomen van ik denk iets wat we heel belangrijk vinden, dat moet aangepast worden, terwijl onze kiezers nog denken, waar is die man mee bezig, dat ik dat toch durf te zeggen. Dan ben je een held in mijn ogen. Okay, dankjewel. Als jij kijkt naar jouw positie, denk je in, jij bent het geworden, je loopt die Eerste Kamer binnen. Wat is dan het eerste waar jij denkt, daar ga ik mij eens eventjes voor hard maken, of mijn tanden inzetten, in welk punt? Of als je zou mogen kiezen,
we houden de agenda vrij. Jij bepaalt even wat er op tafel komt. Wat komt er op tafel als het aan jou ligt? Nou ja, er komt, kijk, tegen die tijd is de coalitie haar meerderheid kwijt. En dat is een hele fijne situatie. Dus wat dan voorkomt, ongeacht welke wet, is op het moment dat je overigens oppositie wel erin gesloten houdt, en dat zal dus een heel belangrijke taak zijn, tegenmacht organiseren door samen te werken met andere oppositiepartijen. Maar dan heb je ook wat in de mail te brokkelen. Dan kan je zeggen, dat moet je overigens al eerder doen. Let op, als die wet naar de Eerste Kamer komt, heb je een groot probleem. En nog veel leuker is om te zeggen, die wet komt never nooit door de Eerste Kamer. Dus gooi maar in de prullenbak. Dankjewel. Ik ga door naar de tweede dame in dit panel. En Esther Mirjam, jij schreef over de gelijke kansen, de toekomst van kinderen. En ik vond het leuk om te lezen dat jij een stukje over vertelde over jouw persoonlijke afkomst. En je schreef, ja, mijn vader, citaat, was vroeger de zoon van een badmeester en is nu de vader van een senator. En dit verheffingsideaal is voor mij altijd de kern van de sociaaldemocratie geweest. Toen ik dit las, toen dacht ik, ik ga er eens vragen, als jij nou een dagje badmeester zou zijn, wie zou jij dan in het diepe willen gooien en eens lekker laten spartelen? Nou, dit antwoord is natuurlijk heel erg makkelijk. Hè? Dan gaat Mark Rutte verschrikkelijk zitten spartelen. En dat gebeurt ook de dag nadat de verkiezingen zijn geweest. Want dan heeft de oppositie een meerderheid in de Eerste Kamer. En dan staat hij bij mij op de stoep. Dan ben ik een senator die lang in de Eerste Kamer heeft rondgelopen. Die op dit moment fractievoorzitter is. En die het hem niet makkelijk gaat maken. En dan hengel jij met jouw haak uit het water. En wat is het eerste punt wat jij hem eens even bij gaat brengen, als je hem dan voor je hebt staan? Het kabinet maakt de verkeerde keuzes. Het kabinet kiest voor multinationals in plaats van voor mensen. Het kabinet begrijpt niet wat echt de zorgen zijn waar wij mee worstelen. Dat mensen zeker willen zijn. Ik had prachtig onderwijs, maar er zijn tegenwoordig vragen over of dat nog wel voor iedereen is weggelegd. Hè? Bij mijn zoontje op de basisschool is het zo dat arme kinderen een ander schooladvies krijgen wat minder bij hun past dan kinderen van rijke ouders. Bij mijn dochter op de middelbare school is het zo dat hoe goed je het op de middelbare school doet afhankelijk is van de dikte van je portemonnee, omdat je ouders flink aan bijles moeten meebetalen. En dat vind ik echt onacceptabel. Die oneerlijke kansen die kunnen wij niet voor onze rekening nemen. Dankjewel. Mooi. Geef ze een applaus, onze kandidaten. En dan gaan we aan de slag. Wij hebben vanavond 3 stellingen. Volgens mij, ik moet even een knopje drukken, dan komt de eerste stelling ook achter ons tevoorschijn. Hij is nu alweer verdwenen. De stelling, de Eerste Kamer die zou moeten gaan, enkele noemde het al, over reflectie op wetten. En ze toetsen de kwaliteit los van, als het goed is, elke politieke heigerigheid. Maar de realiteit is natuurlijk ook zo dat wij maar liefst 2 nachten hebben die vrij memorabel zijn. Van Wiegel en van Fontijn. En de realiteit is gebleken dat een Eerste Kamerfractie wel degelijk ook een kabinet omver kan werpen. Daarom is de stelling, en die wil ik graag voorleggen als eerste aan Meili. De PvdA heeft naast idealen ook een missie om dit kabinet zo snel mogelijk naar huis te sturen. Meili, ben je het ermee eens of oneens? Wat is jouw idee daarover? Het is niet naast idealen, het is eerst idealen. Elke wet die uiteindelijk in de Eerste Kamer komt, beoordelen wij of dat onze idealen ondersteunt. De sociaaldemocratie-idealen, dat is echt 1. Dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat dit kabinet, en zeker als het zo doorgaat en zeker als de VVD zijn zin krijgt, dat er heel veel wetten zullen zijn waar wij het totaal niet mee eens zijn. Ik moet er niet aan denken dat dat proefballonnetje van Klaas Dijkhoff, wat ook gewoon recht tegen elk principe ingaat, dat dat iets in een wet terecht zal komen. Dus daar zullen we tegen stemmen. De missie is niet per se om het kabinet naar huis te sturen, maar het lijkt mij behoorlijk stug dat als wij trouw zijn aan onze idealen en eerst op idealen oordelen, dat er dan al te veel wetten door zullen komen. Oké, dankjewel. Ruud, hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, de missie is voor de PvdA-fractie, denk ik, de Eerste Kamer niet in eerste instantie om een kabinet per se naar huis te sturen, maar de wetten te beoordelen vanuit met die sociaal-democratische bril op. Maar dat kan dus heel goed zijn, en zeker na de verkiezingen volgend voorjaar, dat er geen meerderheid meer is in de Eerste Kamer voor de regering. En dat ze dus stemmen nodig hebben, onder andere van de PvdA. En dan is het natuurlijk gewoon, doordat je door die sociaal-democratische bril kijkt,
dat sommige wetten die de regering graag zou willen, in ieder geval niet de steun krijgen van de Partij van de Arbeid. En dat gaat dan voor. Maar het is niet zo per se een kabinet naar huis sturen. Het gaat erom om de wetten te beoordelen op grond van die criteria. En als je dat goed doet in de Eerste Kamer, dan denk ik dat je ook echt kunt laten zien dat de Partij van de Arbeid ertoe doet. Overal, maar ook in de Eerste Kamer. Dankjewel. Jeroen, kies jij voor een nuance of voor een harde keus tegen het kabinet? Nou, als dit kabinet valt, lijkt me dat een heel goed idee. Want het kabinet maakt gewoon verkeerde keuzes. Dat voorop. Als er dus een wet naar de Eerste Kamer komt waarvan je zegt, dit is een slechte wet, dan zullen we die niet, zoals D66 heeft gedaan de afgelopen periode, aan de meerderheid helpen. Andere kant is, als er een wet naar de Eerste Kamer komt die goed is, dan zullen we niet, zoals de SP altijd doet, we zijn altijd tegenstemmen. Nee, dan gebruiken we onze invloed om die wet nog beter te krijgen. Dat is volgens mij de taak van de Eerste Kamer. En nogmaals, als het kabinet daarbij valt, uitstekend idee. Dankjewel. Esther Mian? De keuzes van het kabinet zijn de onze niet. Dus het zou mij best wat waard zijn om daar een bijdrage aan te leveren, dat het kabinet het einde niet haalt. Maar de Eerste Kamer heeft in de eerste plaats als taak de kwaliteit van wetgeving te beoordelen. Er wordt wel eens gezegd, de Eerste Kamer moet politieker worden. De Eerste Kamer is per definitie politiek. Het is de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Maar als de Eerste Kamer te veel op de Tweede Kamer gaat lijken, dan maakt de Eerste Kamer zichzelf overbodig. En ik kan een voorbeeld geven waarbij ik een wet steunde uit mijn ideaal, maar toch er niet voor heb gestemd. Of in ieder geval, als die uiteindelijk bij ons in stemming komt, zal ik niet voorstemmen. En dat is de wet verdringingstoets. Het is een initiatiefwet van de SP. Verdringing is afgrijzelijk. Het mag niet gebeuren op de arbeidsmarkt dat reguliere arbeidskrachten verdrongen worden door allerlei gesubsidieerde banen. Dat is onacceptabel. De SP had daar een initiatiefwet voor gemaakt. En die was gewoon zo ingewikkeld om uit te voeren. Wat bedoelde je nou precies met definitie? Dus, of met verdringing? Dus wat ik toen heb gedaan, heb ik met wat wethouders gebeld, met wat burgemeesters gebeld, van de PvdA aangevraagd van hoe zit dat nou? En met mij vinden jullie ook verdringing onacceptabel? Maar vinden jullie met mij ook dat deze wet jullie daarbij niet zal helpen? Nou, dat waren ze met me eens. Dus dat is een voorbeeld waar je eigenlijk vanuit je idealen denkt, dit is een wet waar we voor moeten stemmen. Maar vanuit het perspectief waar de Eerste Kamer voor staat, dat is het beoordelen van de kwaliteit van wetgeving, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, rechtmatigheid. En als het dan niet deugt, dan moet je nog steeds tegenstemmen. Dankjewel. Maar het is natuurlijk in het leven ook wel eens een keer lastiger. En als je dan moet kiezen, dus een laatste ronde hierover. Als je nou echt met het op scherpst van de snede staat en je weet, oké, ik kan hier wat marginaliseren, waardoor het uiteindelijk het kabinet op zijn gat ligt. Of, nee, ik volg toch de oorspronkelijke opgave zoals die voor onze Tweede Eerste Kamer ligt. En dat betekent dat ik niet moeilijk doe. Wat doe jij dan, Melly? Hangt een beetje vanaf welke wet het is, maar ik denk dan wel dat ik toch, redenerend vanuit het ideaal en ook wat wij willen bereiken, dus een sociaal-democratische samenleving, dat ik dan toch even die andere kant op ga. Dat ik dan het kleine tikje wel zou willen geven. Ja. Einde kabinet bij mij. Lien, Ruud, hoe zit jij daarin? Nee, voor mij is de inhoud van de wet bepalend. Dus als dat leidt tot de val van een kabinet, omdat de wet niet goed is, de kwaliteit is niet goed, Het kan niet door die sociaal-democratische hoepel. Ah, je begrippen kunnen we een beetje oprekken. Nee, ik vind, dat moet je blijven doen. Dat staat voorop. Het is overigens nog nooit voorgekomen dat het kabinet gevallen is door de Eerste Kamer. Wel ministers, maar niet kabinet. Dus ik vind ook niet dat je daarop uit moet zijn. Als het een gevolg is van je principiële opstelling, prima. Dit kabinet is ons kabinet niet. Duidelijk niet. Maar ik vind dat toch echt in eerste instantie bij de Tweede Kamer horen. De Eerste Kamer hoort vanuit die kwaliteit van wetgeving en met je eigen ideeën te zeggen, die wet gaat er door of niet door. En ik zou het heel vervelend vinden als ze zeggen dat die wet is eigenlijk fantastisch, inhoudelijk. Maar daardoor gaan we het kabinet laten vallen. Dat vind ik niet echt de eerste rol van de Eerste Kamer. Dankjewel. Jeroen, hoe kijk jij er tegenaan? Nog een tweede inzicht? Of? Nee, ik heb geen tweede inzicht. Als het enigszins kan, laat je het kabinet vallen. Maar wel vanuit je positie. Je moet dat wel op een goede manier doen. Ik zie alleen in de praktijk daar geen licht tussen zitten, moet ik je eerlijk zeggen. Ik kan geen voorbeeld bedenken waarin je zou zeggen, nou, het kabinet kan vallen, maar er ligt zo'n fantastische wet voor, daar gaan we toch maar eens voor stemmen. En andersom zie ik het overigens wel, want ik wil reageren op wat Esther Mirjam zegt, van ik heb tegen een wet gestemd die ik eigenlijk in het begin zo goed vind. Mijn
ervaring uit de Tweede Kamer, wat ik heel fijn vond, waren Eerste Kamerleden die zeiden, ik zie die wet aankomen, ik ben er in beginsel voor, maar joh, zo gaat het hem niet worden. En dat ga ik wel hopen in te zetten, te doen, ver vooruit kijken om te kijken hoe kan je, want je hebt officieel de macht pas op het moment dat je kan stemmen, maar die macht heeft een schaduw naar voren door te zeggen, let op, ga straks stemmen, hou daar rekening mee. En dan kan je goede wetten de goede kant heen buigen. Dat is in de uitvoer waar het wel goed zijn. Dankjewel. Esther Mirjam? Je moet scherp op de snede. Je moet goed begrijpen hoe de Eerste Kamer werkt. En het is anders dan in de Tweede Kamer. We zoeken veel vaker de samenwerking op. Afgelopen keer bij de algemene politieke beschouwingen heb ik 1 motie gegund aan de ChristenUnie en 1 motie gegund aan GroenLinks. Omdat het daarmee waarschijnlijker werd dat die het zou halen. Dus heel vaak zoek je verbanden met andere partijen in de Eerste Kamer. En als je nou een politiek gevecht gaat voeren zoals dat in de Tweede Kamer hoort, dan maak je je effectiviteit in de Eerste Kamer veel minder. Dus je moet vanuit het begrip van die cultuur daarin samenwerken en daar proberen zo effectief mogelijk te handelen. Dankjewel. Dit zijn naast fantastische kandidaten ook mensen. Mensen die aan... Ach, nou dat zou ik niet willen aandoen. De hele avond naar mijn rug kijken. Dit zijn fantastische kandidaten, maar het zijn ook mensen. Mensen die waarde hechten aan dingen of aan ideeën. Allebei in dit geval. Ik heb ze gevraagd of ze ook een object wil meenemen, een voorwerp. En dan kom ik even bij u terug, mevrouw. Ik heb dit aardbolletje. En heeft u enig idee van wie dit aardbolletje is? Van Meili Vos, denk ik. U denkt van Meili Vos. Ik ga kijken van wie het is. En waarom denkt u dat het van Meili Vos is? Omdat ze ook veel met buitenlandse dingen bezig is. Oké, dus... Qua onderwerpen, social media, noem maar op. Oké, ik ga kijken. Van wie is het aardbolletje? Wil jij vertellen, Esther Mirjam, waarom jouw aardbolletje is? Ja, ik wilde eigenlijk graag mijn kinderen meenemen, want die zijn natuurlijk het meest van waarde, maar die hadden allebei huiswerk. Toen dacht ik naar mijn hond, maar die mocht niet mee naar deze gelegenheid. Dus ben ik bij de aardbol uitgekomen. Want hier gaat het uiteindelijk om. Hier moeten we het samen een beetje leuk hebben. En hier moeten we het nu leuk hebben en hier moeten we het in de toekomst leuk hebben. En daar heeft Wim Kok al eerder gememoreerd een enorm belangrijke bijdrage aan geleverd en mij ook geïnspireerd. Mijn wereldreis begon in 1982 met het akkoord van Wassenaar. Werk, werk, werk en samenwerking, daar ging het om. Daarom ben ik economie gaan studeren. Een kleine wereldreis van Doesburg naar Amsterdam. En toen kwam ik erachter, ja, die economen die gaan me helemaal niet helpen met werk, werk, werk. Die zitten een beetje in hun abstracte wereld die de mijne niet is. Toen ben ik naar de Verenigde Staten gereisd. Stanford University, daar ben ik gepromoveerd bij een Nobelprijswinnaar. Nog 10 jaar lesgegeven aan de University of Notre Dame. En toen kon ik de Amerikaanse toestanden op de arbeidsmarkt, al eerder gememoreerd, niet meer aanzien. De ongelijkheid was verschrikkelijk. En ik wilde graag kinderen, die ik ook al eerder heb genoemd. En ik wilde geen kleine Amerikaantjes op de wereld zetten. Dus ik ben naar Nederland teruggekeerd in 2004. En ik heb 2 Nederlandertjes op de wereld gezet. Maar toen kwam de economische crisis. En toen ging het weer om werk, werk, werk. En toen dacht ik, nou, ik kan niet langer aan de zijlijn staan. Hier moet ik actie ondernemen. Ik heb me gekandideerd voor de Eerste Kamer. Sinds 2011 ben ik lid van de Eerste Kamer. Sinds kort ben ik fractievoorzitter. Ik denk dat ik de juiste vrouw op de juiste plek ben. Ik bied ervaring, rust en vechtlust. En als Mark Rutte bij mij op de stoep staat, de dag na de statenverkiezingen, dan krijgt hij hele stevige onderhandelingen. En dan nu de hamvraag. Waar staat dat globetje bij jou thuis? Dat globetje staat naast de telefoon. En waarom naast de telefoon? Is ja, daar past het dan toevallig. Okay. En, ja, daar liggen ook de andere, ja, alle boeken van mijn man dan. Met alle plattegronden, daar is hij helemaal verzot op. En daar past hij heel mooi tussen. Dankjewel. Ik vind het een beetje tricky om mee te nemen. Ik wil eigenlijk even iemand vragen die ook al een tijdje naar het apparaat zit te kijken. Mag ik? Hij staat bij jouw keuken. Daar gaat iets helemaal verkeerd. Ja, ik wilde jou eigenlijk overslaan, Anneke. Maar goed, Anneke, van wie... Ja, dan weet jij niet wie het is. Het maakt het een heel... Het is een duivels dilemma. Anneke, van wie zou die nou toch zijn? Ja.
zou het best van Jeroen kunnen zijn. Nee. Dat denk ik wel. Ja, waarom denk je dat het... Ja, misschien dat hij voortdurend probeert in balans te zijn. Oké, in die zin, Jeroen, kan jij daar nog een toelichting op geven? Want het ging erom, hè, het moest een object zijn wat echt van waarde is. Wat voor jou van betekenis is. Waarom is dit voor jou van betekenis? Ja, nou, het is de keukenweegschaal van mijn moeder. Nu van mij overigens. En ik hou heel erg van koken. Nee, ik hou heel erg van koken overigens. Maar dit staat inderdaad voor de weegschaal. En de weegschaal is wel het symbool in mijn leven. Eigenlijk van jongs af aan. Ik ben in die zin een twijfelaar dat ik bij ieder argument ook altijd een tegenargument zie. Ik ben altijd aan het wegen. Dat verklaart ook waarom ik recht ben gaan studeren. Ik geloof ook echt in recht en rechtvaardigheid. En dat kom je voortdurend tegen daarna in mijn werk als reclasseringswerker, als rechter, later als Tweede Kamerlid. Je leest een dossier en je denkt, ja, deze partij heeft gelijk. En dan lees je het standpunt van de wederpartij. Die verrek, die heeft ook wel. Hè? Het is op zichzelf, er is niet een eenduidige waarheid. Er is niet een zwart en een wit. Er zit heel veel balans. En uiteindelijk moet je daar een beslissing in nemen. En die beslissingen zijn ongelooflijk belangrijk. Bijvoorbeeld waar het gaat om wetten. Er zijn gewoon, heb ik in de praktijk gezien, veel te veel wetten die onrechtvaardig uitpakken. Alimentatiewetten bijvoorbeeld zitten veel te vaak kinderen in de knel. Als het gaat om schulden, er zijn te veel wetten die maken dat mensen nog dieper in de schulden komen in plaats van eruit te komen. En als je kijkt, hè, naar de verschillende onderwerpen en de verschillende belangen of argumenten, en je kijkt naar zo'n weegschaal, is er iets wat jij makkelijker vindt te wegen of wat jij echt heel moeilijk hebt gevonden of vindt om dat te bepalen? Wat het gewicht van iets is? Of de waarde? Ja, dat is mijn dagelijks werk. En daar heb je manieren voor. Daar pak je dus de wet bij, om eens wat te noemen. Maar de wet alleen is nooit voldoende. Uiteindelijk komt het in ieder geval in mijn werk als rechter, maar ook als politicus, toch heel vaak op je onderbuik neer. En je onderbuik is, de wet is het recht en je onderbuik is de rechtvaardigheid. En dat klinkt heel willekeurig, je onderbuik, maar uiteindelijk gaat dat over compassie, over gevoel voor mensen, over gevoel wat de overheid en wetten met mensen doen. En dan is die uiteindelijk meestal niet zo moeilijk. Als je via die sleutel naar problemen kijkt. Wat doet dit nou gewoon voor iemand die bij je in de straat woont, die het moeilijk heeft, op een andere manier afhankelijk van die wet is. Dan kom je vrij snel op het juiste morele kompas. Het is een morele afweging heel vaak. Dankjewel, mooi verhaal. Dank jullie allebei. We gaan door naar de volgende stelling. Een ander onderwerp. Het gaat over de rol van lijsttrekker van de PvdA Eerste Kamerfractie. Ja, het is natuurlijk ook wel apart. Op 20 maart kiezen wij, ik niet meer, anderen wel, 570 statenleden namelijk, die kiezen uiteindelijk de Eerste Kamer. En die statenleden die zijn allemaal zonder uitzondering gebonden aan een partij, anders komen ze er überhaupt niet in. Dus ja, de winnaar van deze verkiezing, deze lijsttrekkerverkiezing, heeft in de loop naar die verkiezingen wel een hele boeiende opdracht. Wat is dat nou precies? En we hadden daar een stelling hebben over, dat is dat de lijsttrekker van de PvdA voor de Eerste Kamer is het boegbeeld in de komende verkiezingscampagne. Dan beginnen we bij jou, Estemir. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Ben je het ermee eens of niet? In de traditie van Joop den Uyl ga ik daar twee dingen op zeggen. De lijsttrekker voor de PvdA voor de Eerste Kamerverkiezing is het boegbeeld voor de Eerste Kamerverkiezingen. Die zal ik debatten voeren met andere lijsttrekkers die meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen. Die ken ik ook allemaal. Die zitten allemaal op dit moment in de Eerste Kamer. En eentje zit nu heel even in de Tweede en komt weer terug. Dat is Martin van Rooyen van 50+. Maar verder Ben Knapen, Annelien Bredenoord, Annemarie Jorritsma. Het zijn allemaal mensen die ik ken die op dit moment in de Kamer zitten. En waar ik ook goed mee samenwerk. En waar ik ook een beetje weet van wat zijn nou de dingen die hen triggert, de dingen die hen drijft. Dingen waar ik een beetje boos mee kan maken en dingen waar ik de samenwerking met ze kan opzoeken. Dus dat is het ene antwoord. Ja, er komen lijsttrekkersdebatten. Er komt ook een Eerste Kamerverkiezing en daar is de lijsttrekker van de Eerste Kamer ook het boegbeeld. Maar
Tweede ding is, in de eerste plaats zijn er natuurlijk provinciale statenverkiezingen. En daar hebben we 12 helden die in de provincie de lijsten gaan trekken. Die hele andere uitdagingen hebben dan wij in de Eerste Kamer. Die ook heel erg divers zijn. Bij de ene is er heel erg veel geld te besteden, maar er zijn niet zo heel erg veel provincies. De mijne heeft er dan wel toevallig het voordeel van in Gelderland. Er zijn provincies die armlastig zijn. Er zijn provincies met grote uitdagingen op terrein van wonen. Het zijn provincies met grote uitdagingen op terrein van infrastructuur. Wat ik met heel erg veel plezier ga doen, is samen met die helden de schouders eronder zetten dat we een waanzinnig goed resultaat bij de Provinciale Statenverkiezingen zullen bereiken. En in het vervolg daarop een prachtig resultaat in de Eerste Kamer. Dankjewel. Jeroen, hoe kijk jij er tegenaan? Zie jij jezelf dan als het boegbeeld in de komende campagne? Ja, ik vrees dat deze stelling weinig inzicht gaat geven aan jullie in de zaal tussen de kandidaten. Ik denk dat we allemaal een beetje hetzelfde erover denken. Natuurlijk ben je een gezicht in de campagne, namelijk het gezicht voor de Eerste Kamer. En je moet een van ons zien staan in de Eerste Kamer. Maar het zijn provinciale statenverkiezingen, dus inderdaad, per provincie heb je een boegbeeld. En dan kan ook één boegbeeld toevoegen, dat is gewoon onze partijleider. Dat is het gezicht van de PvdA. En Lodewijk zal dus ook prominent aanwezig zijn. En terecht, want hij doet het fantastisch. Dus de stelling zoals die hier staat vind ik veel te eenzijdig. Te eenzijdig, want? Want er zijn veel meer boegbeelden. Het zijn provinciale statenverkiezingen, ja, dus provinciale kunnen boegbeelden. Er is een landelijk boegbeeld, dat is de partijleider. En je hebt... Maar op een schip heb je toch echt wel één boegbeeld? Nou, dat is heel makkelijk. Dat is Lodewijk. Dat is Lodewijk, oké. Het schip is de Partij van de Arbeid. Dankjewel. Ja. Ruud, als jij zou moeten kiezen, ben jij dan dat boegbeeld in die komende campagne? Nou, ik ga in herhaling vallen, want Jeroen zei het al, dat denk ik dat we niet zoveel verschillen. Ik zou willen zeggen, je hebt wordt wel eens gesproken over dienstbaar leiderschap. Dit is dienstbaar lijsttrekkerschap. Als ik lijsttrekker ben van de Eerste Kamer, voor de Eerste Kamerverkiezing, dan zal ik me hoogstens niet als boegbeeld opstellen, maar als dienstbaar lijsttrekker ten behoeve van die Provinciale Statenverkiezingen. Want daar gaat het om, bij de Provinciale Statenverkiezingen. Natuurlijk weten we dat de statenleden vervolgens de Eerste Kamer gaan kiezen. Maar in die staten gaat het over veel meer dan alleen de Eerste Kamer. En ik weet, de publieke aandacht zal er ontzettend naar uitgaan, want het kabinet gaat zijn meerderheid verliezen. Dus daar moet je op voorbereid zijn. Je moet ook bereid zijn in alle debatten die er zijn om een rol te spelen. Maar als het kan, in ondersteuning van de lijsttrekkers en alle andere kandidaten op provinciaal niveau, dan graag. En dat betekent dus ook dat je, hoewel de aandacht heel veel naar nationale zaken zal gaan, dat je toch ook zal moeten proberen om dat te koppelen aan zaken die ook provinciaal spelen. En maar hoe doe je dat dan? Zien we jouw foto ergens verschijnen op een biljet in een uitzending? Voer je een debat en zo ja, over welk onderwerp dan? Als ik de kans krijg om de campagne voor de statenverkiezingen, of nou in Zeeland is, of in Groningen of elders, te dienen door mee te doen. Ik weet niet of mijn foto nou gelijk helpt. Ja, ik weet het. Ik doe maar een suggestie. Dat is nou niet mijn... Zou ik niet op inzetten. Maar als ik dat kan doen door in debatten mee te doen, te zorgen dat ook die provinciale punten bij de kiezers die naar de stembus gaan, die gaan om hun statenlezen te kiezen. En om dat in die debatten te ondersteunen, dan zal ik dat zeker doen. Nou ja, en als er een nationaal lijsttrekkerdebat zou komen van alle lijsttrekkers voor de Eerste Kamer, dan is dat misschien ook nog wel voor de statenverkiezing. Maar het zou ook kunnen zijn dat dat tussen de statenverkiezing en de echte Eerste Kamerverkiezing in juni pas is. Ik doe er aan mee, ja, dat is wel maar mooi, dienstbaar want aan de statenverkiezingen. Ik ben wel benieuwd, het heeft binnen onze fractie nooit geleid tot een hele wezenlijke verschuiving, moet ik zeggen, hoor, de periode tussen onze uitslag en uiteindelijk het stemmen op de Eerste Kamerleden. Maar wie weet kunnen we daar een novum introduceren. Dankjewel, Ruud. Meili, sta jij op die posters? Kom je ergens op het debat? Wat gaan we doen? Nee, nou, ik sta denk ik niet op posters. Kijk, ik ben het ook helemaal eens. Lodewijk Asscher is onze partijleider. En die zal waarschijnlijk op tv zal die een hele grote rol gaan spelen. Dat is tot nog altijd zo geweest bij de Provinciale Statenverkiezingen en vervolgens de Eerste Kamerverkiezingen. Maar inderdaad, de provincies, daar moeten we het echt van hebben. En er is nog iets anders aan de hand. Waarschijnlijk zal dan de lijsttrekker van de Eerste Kamer, Wiet van ons ook zal zijn, die zal ook debatten moeten gaan voeren met de lijsttrekkers van de PVV en het Forum voor Democratie. Het wordt een heel ander speelveld dan de mensen die we al kennen uit de Eerste Kamer.
En dan nog iets anders, waardoor eigenlijk deze vraag ook wat minder relevant is. Op dit moment wordt de campagne gevoerd op sociale media. Als jij op YouTube eventjes gewoon iets politieks inklikt, wat komt daarboven? Forum voor Democratie. Die met allemaal hele gerichte spotjes allemaal doelgroepen benadert. En die probeert jongeren naar de stembus te krijgen om allemaal op Forum voor Democratie te gaan stemmen. Dus ons speelveld, onze missie is juist met al die nieuwe media, op sociale media, gericht op jongeren de opkomst te bevorderen en alle linkse jongeren te bereiken. En dat betekent dat we waarschijnlijk heel veel verschillende gezichten gaan inzetten. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met mijn provincie Noord-Holland, om een campagne te maken die echt helemaal bottom-up is, die dus niet via dus de bekende gezichten gaat, maar die dus echt mensen aanspreekt op datgene wat hen bezighoudt. Zekerheid, vrouwen aanspreekt, werkende mensen aanspreekt, linkse mensen aanspreekt, op een totaal andere manier. Die zullen misschien helemaal niet meer kijken naar Lodewijk Asscher op tv, want steeds minder mensen kijken op tv. Dus wij zullen deze strijd moeten voeren via de sociale media met alle gezichten die al die verschillende mensen aanspreken. Want de vijand doet het ook, wij moeten het ook. Dus in die zin, uiteraard, het is een provinciale campagne, maar we zullen iedereen in onze omgeving die wij aanspreken, zullen we moeten aanspreken op alle mogelijke nieuwe manieren. Dankjewel. Ik wil doorgaan. We hebben nog twee voorwerpen. Ja, we hebben eigenlijk nog één voorwerp, daar kom ik zo even op terug. Maar er is nog één voorwerp jullie hebben er twee. Ja, maar de telefoon is van mij. Ja, die houdt jullie en mijzelf in toom. Ik vond het wel heel modern. Wie weet, wie weet. Een rood boekje, dat ligt hier ook. En ik ben wel benieuwd of iemand enig idee heeft bij wie dat rode boekje zou moeten horen. Wie weet. Heeft u enig idee? Geen enkel idee. Geen enkel idee? Nee, het was vol mijn tijd. Voor. En hoe lossen we dit nou op? Meneer Kolen. Meneer Kolen, denkt u. Van wie is het rode boekje? Ah, Meili. Vertel, waarom is dit rode boekje van jou? Nou, omdat ik eigenlijk Chinees ben. Van grote waarde. Omdat ik Chinees ben. Dit rode boekje is mijn aantekeningenboekje. En ik sleep heel veel van dit soort boekjes altijd mee, omdat ik continu mensen tegenkom die fantastische ideeën hebben. En als ik vergeet namelijk die ideeën, want mijn hoofd loopt over. En zeker met deze campagne. En hierin schrijf ik mijn eigen ideeën. Of als ik 's nachts kan slapen, of als ik weer lijstjes heb. Maar ook omdat dit rode boekje, ja, het heeft inderdaad die Mao-connotatie. Maar het is ook gewoon het rode gedachtegoed van ons. En ik zou willen, en ik wil ook, en ik zie het ook om me heen, dat de PvdA weer die rode club wordt, vol met ideeën die we niet vergeten, die we opschrijven, die we uitwerken. En daar is dit rode boekje voor mij een teken van. Aan het eind van deze campagne is die helemaal vol. Dan begin ik daar een ander boekje. Deze was toevallig rood. Het volgende boekje is waarschijnlijk gewoon zwart, want ik heb zo'n stapeltje liggen. Maar dit is het boekje, dit is ideeën, dit is de bruisende PvdA die we zijn en die we gaan worden. En is er in een van al die boekjes ook een pagina die eruit zou willen scheuren en hem niet weggooien, maar juist op je spiegel hangen, op de koelkast, omdat je hem zo goed vindt dat je zegt, ja, maar dat punt wat ik nou de afgelopen tijd heb gehoord, dat zou ik echt heel graag willen verwezenlijken of inspireert mij heel erg. Ja, daar ben ik toch heel plat op een gegeven moment. Ik schrijf hier bijvoorbeeld ook op wat mijn dochter van 7 zei. Die zei, mama, ga je nu alweer campagne drinken? Oké, ja, een groot voorstander van de permanente champagne, begrijp ik. Dan gaan wij door. Ik heb nog één stelling, is de laatste stelling. Kijk, dan gaan we ook een beetje terug naar het oorspronkelijke idee achter zo'n Eerste Kamer. Maar ook Bert, Dieters, Jacob vertelde het al, het is natuurlijk ook een regio waar we hier nu staan. En om te kunnen reflecteren op die wetten, want daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Sorry, ik doe het weer, ik hoorde het. Duurde eventjes. Om te kunnen reflecteren op al die mooie of niet mooie wetten, is het van groot belang dat je ook weet wat er in de regio speelt. Denk eens aan de gaswinningdiscussie die we hebben gehad. Maar er zijn er meer. En daarom is de stelling dat regionale vertegenwoordiging hoort de ruggengraat te zijn van de PvdA in de Eerste Kamer. De oplettende luisteraar heeft al gezien dat we iedere keer keurig eerst volgens de loting werken en daarna tegenovergesteld. Dus nu beginnen we in het midden, wat bij 4 kandidaten verdraaid lastig is. Is er uitgevallen in het voordeel van Jeroen. Jeroen, zou jij willen beginnen met jouw reactie naar aanleiding van deze stelling? Wat vind je ervan? Ben je het mee eens, oneens of heb je een ander idee bij? Nee, ik ben het eens. Nou, dat is mooi. Gaan we door. Dat is mooi, volgende kandidaat. Nee. Waarom ben je het er mee eens?
Ik ben zelf van de regio Noord-Holland. Ik woon in Haarlem. En ik heb vrienden in de regio Noord-Holland. Dat gaat van Haarlem tot Texel ongeveer. Mijn kinderen sporten daar. Ik ben veel op campagne geweest, veel werkbezoeken gebracht. En ja, als je daar dan komt, bijvoorbeeld in de gemeente Hollands Kroon. Dat is een beetje vergelijkbaar met Tinaarlo. Dat zijn heel veel kernen in een heel groot agrarisch gebied. Dan zie je hoe moeilijk die kernen dat hebben. Het hebben. De jongeren hebben eigenlijk geen perspectief. Scholen bijvoorbeeld staan onder druk. Werkgelegenheid verdwijnt. En dat is een groot probleem. En dat probleem moet wel gehoord worden in Den Haag. Dat moet je inbrengen in Den Haag. Want in Den Haag kan het niet alleen maar het feestje van de Randstad zijn. En als je dan denkt aan jouw rol. Jij bent dan uiteindelijk gekozen tot de lijsttrekker. Hoe zie jij voor je dat jij onder jouw leiding die Eerste Kamerfractie dan gaat doen? Hoe gaan zij dan? Gaan zij altijd bij de regio's? Vergaderen jullie in de regio's? Gaan jullie alleen bij onderwerpen specifiek? Of nodig je ze uit? Doe het omgekeerd? Nou, hoe is jouw visie daarop? Het heeft een aantal elementen. Eén is, je moet die kennis dus gewoon in je fractie hebben. Nederland heeft meer regio's dan waarschijnlijk dat we Eerste Kamerleden zullen krijgen. Maar je moet in ieder geval wel mensen met gevoel voor die regio in je fractie hebben. En het tweede is, ja, het moet inderdaad niet vanuit het westen naar de regio of vanuit de centrale overheid naar die regio. Maar je moet gaan praten, je moet gaan kijken. En neem de windmolens hier in de veengebieden in Drenthe. Dat is van bovenop opgelegd. Ja, dan ben je weerstand vanzelf aan het organiseren. Op het moment dat je mensen niet betrekt, dat je niet met ze in gesprek gaat, dat je ze geen invloed geeft, dat werkt niet. Je krijgt slechte besluiten. Je bent je maatschappelijke weerstand aan het organiseren. Bijvoorbeeld juist om een onderwerp wat we allemaal heel belangrijk vinden, dat het goed gaat. Zoals alternatieve energievoorzieningen. Kortom, ik zou zorgen dat mijn fractie, voor zover dat al niet in de fractie zit, altijd lokaal geïnformeerd is. Altijd de onderkant opzoekt en niet de bovenkant. Dankjewel. Ik ga naar jouw buurman. Ruud, hoe kijk jij hier tegenaan? Hè? Want dat betekent nogal wat. Als het namelijk de ruggengraat is, dan is het bijvoorbeeld niet de inhoud die de ruggengraat kan zijn. Is het echt de ruggengraat, regionale vertegenwoordiging? Nou, het is wel een heel belangrijk element van het functioneren van de Eerste Kamerfractie. De Eerste Kamer is niet oorspronkelijk voor de provincies bedoeld. Het was een Belgische erfenis in 1815, zeg ik maar even als historicus. Maar heeft wel, maar dat geldt ook voor de Tweede Kamerfractie, de behoefte en de noodzaak om zich te verstaan en zich te laten voeden door de geluiden uit heel Nederland. En wat, het is al eerder gezegd, ben ik helemaal mee eens. Het beleid is heel erg gericht en in allerlei regelsgeving op aantallen en groei. En dat past heel erg bij grote projecten in de Randstad, grote steden, Mainport Schiphol, Mainport Rotterdam. Daar is het allemaal op gebaseerd. En als het dan daarbuiten, wat dan vanuit de Randstad vaak de provincie wordt genoemd. De regio. Nou kom ik zelf uit Zeeland en ik heb 16 jaar in Groningen gewoond. Nu woon ik in Zuid-Holland, dus ik ben misschien wel de regionale kandidaat bij uitstek. Maar ik vind toch dat eigenlijk wat je zou moeten doen, daar zou ik me ook in de Eerste Kamer voor willen inzetten. Niet via een initiatiefwet, maar gewoon door vragen te stellen aan de minister. Wordt het niet eens tijd om onderscheid te maken in het beleid tussen, zeg maar, die Randstad in brede zin en andere de regio's daaromheen, door bijvoorbeeld niet dezelfde eisen te stellen, als het gaat om huizenbouw. In krimpgebieden moet je andere eisen stellen, misschien ook meer geld geven voor nullasten geven, zodat er geld beschikbaar komt voor huizenbouw, geld beschikbaar komt voor leerlingen die ver moeten reizen naar school in de regio. In de Randstad is alles dichtbij. En dus dat je onderscheid maakt in de normen ook tussen de regionale gebieden en de Randstad. Daar zou ik voor willen pleiten en dan wil ik nog wel eens zien of ze kunnen volhouden. Nee hoor, dat doet er allemaal niet toe. Ik vind dat echt bij Nederland horen en dus ook in de Eerste Kamer moet dat aan de orde kunnen worden gesteld. Dankjewel. Toen wij dit debat voorbereiden en deze stelling ook bij ons naar binnen kwam, toen viel er ook een mailtje, tenminste min of meer toevallig ook een mailtje voor het eerst, moet ik wel zeggen, bij ons op de mat, bij mij in de mailbox, met het verzoek om eens een keertje bij de Eerste Kamerfractie langs te komen. Was dat jouw invloed? Ja, nee, dat is te uiteraard, makkelijk. Uiteraard. Nee, maar waarom kwam dat nou pas zo laat? Nee hoor. Hey, wil jij eens aan? Ik ga jullie vertellen hoe wij het nu in de fractie doen. Wij hebben fractieleden uit Groningen, uit Friesland. Nee, niet uit Friesland. Ja, nou ja, oké.
Friesland en Groningen, ja, die hebben we gecombineerd in één fractielid. We hebben Limburg, we hebben Utrecht, we hebben Gelderland, met mij als fractievoorzitter. En we hebben de regio's onderverdeeld. Dus we hebben allemaal een aantal regio's onder onze hoede. Ik ga zelf naar Flevoland en naar Gelderland. En waar mogelijk ga ik ook naar andere gewesten. Wij nodigen graag mensen uit bij ons in de fractie. En dat is eigenlijk iets wat ik heb opgepikt nadat ik fractievoorzitter ben geworden. Om die banden met de regio aan te halen. Omdat ik dat belangrijk vind in ons werk als Eerste Kamer. Want wat je ziet is dat de problemen in de Randstad anders zijn dan de problemen in de regio. In de Randstad hebben we last van huizenprijzen die bizar hoog worden. In de regio hebben we last van leegstand. In de Randstad hebben we last van scholen die overbevolkt zijn en segregatie in scholen. In de regio vragen we ons af, kunnen we in vredesnaam nog genoeg kinderen bij ons op school krijgen? In de Randstad maken we ons zorgen over een ziekenhuis dat failliet gaat. En geen misverstand daarover. Het is echt verschrikkelijk als het in de Randstad gebeurt. Dat had niet mogen gebeuren. Maar in de regio, als er een ziekenhuis failliet gaat, dan mag je 50 kilometer verder naar een ziekenhuis. Dus de problemen van de Randstad zijn anders dan de problemen van de regio. En daarom is het belangrijk om dat regionale aandacht te geven. Dat hebben wij bijvoorbeeld gemerkt bij het debat over de gaswinning in Groningen. Dan was het zo waardevol om die input van de Groningers te hebben. Om te weten, ze willen zeker zijn. En dat krijgen ze niet in het wetsvoorstel dat Wiebes nou bij ons heeft aangeboden. Ik zelf behandel altijd het belastingplan als econoom. En in het belastingplan zitten soms dingen waar de Belastingdienst denkt, oh, dit maakt het voor ons wat makkelijker. Maar als je dan kijkt naar de uitvoering, dan is het soms zo dat juist grensarbeid bemoeilijkt wordt door de regels die de Belastingdienst zelf heel erg fijn vindt. Want dan moeten grensarbeiders in één keer allemaal extra formulieren invullen. En juist daar is ook een belangrijke toegevoegde waarde van de Eerste Kamer om te kijken naar hoe werkt zo'n uitvoerbaarheid vanuit het perspectief van de burger. We kijken vaak naar het perspectief van de uitvoeringsinstantie, maar hoe zit het eigenlijk bij de burger? En daar heeft de WRR een mooi rapport over geschreven. En een voorbeeld daarvan is een alleenstaande ouder met 2 kinderen en een deeltijdbaan. Die heeft 12 inkomstenbronnen. Die moet 18 formulieren per jaar invullen en 80 betalingsmomenten per jaar. Dat is echt onacceptabel. Dat zijn dingen waar wij in de Eerste Kamer aandacht voor moeten vragen. En dat doen we ook omdat we een uitvoeringstoets hebben ontworpen waar juist naar het perspectief van de burger wordt gekeken. Maar daarbij ben ik wel een klein beetje afgedwaald met excuses. Nee, maar regio goed, is heel erg belangrijk. Dankjewel. Bedankt. Jeroen, nou hebben we wel die 12, we doen even als afsluitend rondje hierover, wel 12, sorry, oh, neem ik kwalijk, Meili, wat vind jij van de regio? Ik ging er al vanuit dat ik waarschijnlijk hetzelfde zou vinden. Dat vind ik inderdaad, het zou het mooist zijn als wij in de Eerste Kamer met 12 mensen komen en uit elke provincie 1 iemand. Want dat is ontzettend belangrijk dat je een volksvertegenwoordiger bent die ook gewoon voelt. Die bijvoorbeeld hier in Groningen heeft gevoeld wat het is om een aardbeving mee te maken. En als je in Zeeland werkt, hoe het voelt zeg maar als een hele grote energiecentrale sluit. En wat het betekent voor alle vrienden. En juist dat gevoel zal je ook moeten meenemen in de politiek om die wetten goed te kunnen beoordelen. Want dan zie je, dat zei Jeroen net ook al, die onderbuik is natuurlijk gewoon gigantisch belangrijk om denk ik ook om sociaaldemocraat en om goed politicus te zijn. Dus als het streven is van elke provincie 1, in ieder geval in de eerste 12 of in de eerste 15, dan betekent dat ook weer, en dat is toch echt wel onze opdracht, dat we een gigantisch goede campagne gaan voeren voor de Provinciale Staten, waarin wij laten zien dat wij als PvdA dé aantrekkelijke partij op links zijn, waar je gewoon op moet stemmen, die dus die ideeën heeft om Nederland beter te maken. En dan komen we inderdaad met een 12 à 15 mensen in de Eerste Kamer, waardoor we ook kunnen verzekeren, en ik ga ervan uit eigenlijk dat de kandidaatstellingscommissie dat wel doet en er wel voor zorgt, dat van elke regio gewoon op een verkiesbare plaats staat. En dat lijkt mij cruciaal, ook omdat wij voor heel Nederland sociaaldemocraten zijn. Maar dan wel een heel goed resultaat in de provinciale verkiezingen, omdat wij de aantrekkelijkste partij op links zijn en blijven. Dankjewel. We hebben die 12 zetels binnen. Hebben jullie nog een slotwoord daarover? Ik heb de verschillende voorbeelden gehoord. Jeroen, ik wil even bij jou beginnen. Regionale vertegenwoordiging wordt bij jou de ruggengraat met de 12 zetels. Hoe ga je het aanpakken? Wat is jouw magic trick om die regionale vertegenwoordiging in die regio's goed te blijven betrekken bij jouw werk als de Eerste Kamer?
Nou ja, dan ga ik me gewoon weer herhalen. Namelijk, ze zitten in de fractie. Je gaat als fractie naar de regio's waar het speelt. En eigenlijk wat Esther Mirjam zegt, namelijk... haal ze ook maar naar Den Haag. Vind ik eigenlijk ook wel een ontzettend goed idee. Oké, dankjewel. Ruud, nog een verfijning van jouw oorspronkelijke plan? Of... Nou, het enige is dat ik wil ook wel realistisch zijn. We halen geen 12 zetels. En ik hoop dat ik er 8, de 8 van nu, dat we die behouden. Zelfs misschien iets meer. Maar we moeten ook realistisch zijn dat zelfs als je 8 hebt of misschien 7... dan nog moet je altijd de contacten met alle regio's onderhouden. En dat vind ik veel belangrijker. Ik heb graag 12 zetels. Maar ik denk dat het niet realistisch is. En als je er 8 hebt... behouden wat we nu hebben, dat zal heel mooi zijn. Dan moet je zorgen dat het contacten met de regio's, met ook andere instellingen in het land, grote steden, maar zeker met alle provincies, worden onderhouden door die mensen die in de fractie zitten. En dat is veel belangrijker. Dat je continu daar bent, ze uitnodigt, maar ook vaak daarheen gaat, open staat voor hun geluiden. En ik denk dat je, als je je laat voeden vanuit de regio, ook al ben je met wat minder dan de 12 of 15 die we idealiter natuurlijk hopen. Maar dat gaat niet gebeuren. Als je je laat voeden, dan kun je ook je werk veel beter doen. Dankjewel. Esther Mirjam, nog een slotwoord over het onderwerp? Ja, toch nog een kleine nuancering. De regio is mega belangrijk. Ik woon zelf in de regio. Maar er zijn ook andere overwegingen die een rol spelen als je een kandidatenlijst samenstelt. Je wil ook een goede balans man-vrouw. Je wil ook een goede balans jong-oud. Je wil ook een goede balans verschillende expertises. Je wil ook een goede balans ervaren en onervaren Kamerleden. Dus de kandidaatstellingscommissie heeft een geweldig ingewikkelde klus te klaren. En ik hoop dat ze daar de regio een belangrijke rol spelen, maar ook de andere overwegingen mee zullen nemen. Dankjewel, Meili. Nog een laatste uitsmijter. Ik ben het bijna altijd met Ruud eens, behalve over de ambitie. Ik vind ook gewoon echt dat we deze verkiezingscampagne in moeten gaan met de ambitie om minstens 12 zetels te halen. En het terugbrengen van het aantal provincies is wellicht ook nog een optie. Maar goed, dat is een ander onderwerp waar we niet altijd even succesvol in waren. Ik wil nog eventjes het woord geven aan Ruud. Want Ruud, jij hebt hier... Ja, het zie je leeg. En daar had hier iets moeten staan. Een voorwerp wat voor jou van grote waarde was, waarvan je zei, ja, als ik het iets eerder had geweten, had ik het mee kunnen nemen. Wat was dat? Ik kreeg gisteren het mailtje om 12 uur 's nachts of we een voorwerp wilden meenemen. Dat de partij slaapt nooit. Nee, dat neem ik. Maar ik was en ben op dit moment op de heidagen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. En die denkt na over de toekomst bestendig maken van het parlementaire stelsel. En er zitten heel veel zaken aan. En dat is heel belangrijk, de commissie Remkes, voor degene om het te plaatsen. We zitten in Bergendal, vlakbij Nijmegen. Dus tot 5 uur vanmiddag had ik daar een vergadering. En toen moest ik hierheen, vielen bij Arnhem. Vandaar dat ik net tegen 8 uur aankwam. Excuses daarvoor zo laat. Maar ik had dus ook geen voorwaarde, ik was niet thuis. Mijn kind noem ik geen voorwerp, maar ik heb wel een kind bij me, die heeft me gechauffeerd. Dus dat ben ik heel blij mee. Mijn oudste zoon is hier. Maar ik had in de auto wel bedacht, wat had ik mee willen nemen van huis? En dat is een voorwerp, wat me echt dierbaar is, staat op mijn werkkamer thuis. En dat is, als je kijkt, dan zie je zo'n messenblok. Hè, zo'n houten blok waar messen in staan, maar dan de messen eruit. En dat was heel, heel mooi geschilderd. Er steekt een papiertje uit. En op dat messenblok is zo'n apparaat, zo'n muziekapparaatje gemonteerd. Dit heb ik ooit als partijvoorzitter gekregen van een partijlid. En als je op dat muziekblokje draait, want dat is een soort klankbord, er zitten gaten in. De internationale. Ja, maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. De messen. Dat internationale. Daar zat dat papiertje in. En dat partijlid heeft de internationale opnieuw op tekst gezet. En dat is de groene internationale. En dat vind ik ontzettend mooi. En dat is toen al, dat is denk ik 2005 is dat. En dat staat nog steeds op mijn studeerkamer. En dat is voor mij het bewijs dat je uit de vereniging ontzettend goede ideeën kan krijgen. Ook toen al zei van, we moeten als sociaaldemocraten die ecologische uitdaging aan. We moeten zorgen dat die energietransitie, die hartstikke nodig is,
dat die politiek zo wordt begeleid, en dat denk ik kunnen sociaaldemocraten als geen andere, dat niet de rekening daarvan, dat zal geld kosten, eenzijdig bij arme landen en eenzijdig bij arme mensen terechtkomt. Als je niks doet, gaat dat gebeuren. En dan moeten we echt ingrijpen. Van mijn part had van die 2 miljard van die dividendbelasting wel een stukje ook naar de klimaattransitie gekund. Want dan hadden we tenminste meters kunnen maken. Het is ontzettend hard nodig dat we daar meters maken. En dat voorwerp, dat herinnert mij eraan. En dat inspireert me ook om de toekomstuitdagingen vanuit de sociaaldemocratie nou juist vorm te geven. En de sociaaldemocratie kan dat. En dat heb ik toen als voorzitter gedaan. Nu zit ik in de staatscommissie. Ik ben ook in de Eerste Kamer heb ik mijn ervaring opgedaan. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de VARA geweest. Allerlei maatschappelijke ervaring, in de wetenschap als hoogleraar. En dat allemaal wil ik inbrengen in die Eerste Kamer, geïnspireerd door de leden zoals u. Dank u wel. Wij zijn zo'n beetje aan het afronden gekomen, maar natuurlijk niet zonder dat u zelf ook even aan zet bent om eens te vragen wat u nou wilt weten. Want we hebben het over de missie gehad. Moeten ze nou het kabinet als eerste laten vallen of toch maar dat ene ideaal nastreven? Moeten ze nou eigenlijk een boegbeeld zijn of niet? We hebben het over de regio's gehad. Maar wat wilt u nou eigenlijk ook nog weten? Meneer. Ja, er is heel veel aandacht geweest voor het primaat van de Eerste Kamer als het gaat om kwaliteit van wetgeving. En dan liefst ook met de sociale bril, de democratische bril. Dan heeft de fractie van de Eerste Kamer het afgelopen jaar een keer verdeeld gestemd. En dat was over het initiatiefwetsvoorstel op de orgaandonatie van Pia Dijkstra. En toen is dus afgesproken dat mensen dat het een persoonlijke kwestie was. Dat mensen naar eigen geweten en eigen geloof mochten stemmen. Dat heeft me enorm verbaasd, want als je primaat is kwalitatief goede wetgeving en dan getoetst op de sociaal-democratische waarden, hoe kun je het dan overlaten aan de individuele voorkeuren van Kamerleden om op zo'n belangrijk wetsontwerp te stemmen en dan ook als fractie verdeeld te stemmen? Aan allemaal, maar in het bijzonder aan Esther Mirjam Cent, want wat heeft zij gedaan om te voorkomen dat het zover is gekomen? Dank u wel voor de vraag. Esther Mirjam, mag ik bij jou beginnen? Ja. Korte reactie. Een hele goede vraag. Wij hebben verdeeld gestemd in de donorwet. En dat hebben heel erg veel fracties gedaan. Er was hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer. Meestal is het zo dat wij in de Eerste Kamer fractiegewijs stemmen. In dit geval was het hoofdelijke stemming. En in bijna alle fracties was er verdeeldheid. En dan kom je op die weegschaal, want het is heel erg ingewikkeld. Hoe weeg je nou het belang van de patiënt en hoe weeg je het belang van degene aan wie de orgaan wordt gedoneerd? Hoe weeg je het belang van de familie? Sommigen zeggen, je moet de juiste default stellen. Daar weet ik als gedragseconoom het nodige van. Dat we proberen mensen een duwtje te geven in de goede richting. En dit is een voorbeeld ervan. In de donorwet is het zo dat je orgaandonor bent, tenzij je aangeeft dat je het niet wil. Nou, aan de ene kant zou je zeggen, we geven daarmee mensen een duwtje in de goede richting. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar mijn lichaam, daar ga je geen duwtje aan geven. Lichamelijke integriteit is iets van mij. En daar kun je niet als overheid over beschikken. En vanwege het wegen van de diverse argumenten in dit geval, was het niet duidelijk wat het sociaal-democratische antwoord was. Was het niet duidelijk of het kwalitatief aan de maat was of niet. En juist daarom hebben wij verdeeld gestemd, maar daarin waren wij niet alleen. Okay, heel veel fracties in de Eerste Kamer hebben dat gedaan. Dank je wel voor je antwoord. Ik wil even doorgaan naar deze kant. Meili, als jij de kar gaat trekken daar, vrije kwesties zoals hier worden besproken, wat vind je daarvan? In principe moet er ruimte zijn voor vrije kwesties. Ik vond deze inderdaad heel moeilijk, omdat ik eigenlijk vond dat je als, nou ja, daar kom je dus op dat hellend vlak, dat je als sociaaldemocraat dit moest steunen en dat je juist die default moest zetten. We hebben ook in de Tweede Kamer is ook verdeeld gestemd. Daar is gelukkig maar één iemand die anders heeft gestemd. De meerderheid van de fractie was het eens met het wetsvoorstel en heeft voorgestemd. Ik vind dat je als fractievoorzitter wel alles aan moet doen om te zorgen dat de fractie als eenheid stemt. Tegelijkertijd, en dat is, de wereld is niet zwart-wit. Zijn het over dit soort kwesties, moet je de ruimte hebben om dat een vrije kwestie te maken. Maar nogmaals, ik vind hier dat je, en dat hebben we gelukkig ook in de afgelopen periode in de Tweede Kamer, is het een paar keer aan de orde geweest, dat we er alles aan hebben gedaan om het gewoon als blok samen hiervoor te stemmen. Dankjewel. Jeroen? Hoe kijk je aan tegen vrije kwesties en onze waarden, idealen, ons programma? Ja, vrije kwesties moet je inderdaad tot een minimum beperken, want je geeft je invloed weg.
Je verkruimelt je politieke invloed. Dus dat is echt ongelooflijk zonde. En bovendien was ik erg voor die wet. Hoe trek jij dan die lijn? Want daar gaat het om. Hè? Ja. Als jij als leider daar staat, dan kan je twee dingen doen. Wachten tot iemand zijn hand opsteekt en zegt... Hey, ik kan hier heel moeilijk mee leven. Of je zet die lijn uit en je geeft duidelijk aan wanneer wel, wanneer niet. En hoe bepaal jij dan die grens? Nee, ik heb uiteindelijk... Ik wil zelf als Eerste Kamerlid en als fractievoorzitter... de ruimte houden voor een eigen afweging. Want dat is... waar je voor zit in de Eerste Kamer. Je bent geen marionet van de Tweede Kamer, geen marionet van de partij. Je maakt een eigen afweging. En je kan dus als collega-Kamerleden van je eigen fractie ook zeggen... ik heb principieel grote moeite mee, dan kan je niet doorduwen. Ik heb dat te veel zien gebeuren, moet ik je eerlijk zeggen. Er waren ook Eerste Kamerleden ooit die op het zorgdossier een ander standpunt... nou, die zijn echt door de gehaktmolen gehaald. En ze bleven wel stand houden, dan had ik eigenlijk... toch wel grote bewondering voor. Kortom, je zegt, dit is het. Je mag daar echt stevig. Je moet dat tijdig aangeven. Je moet dat goed motiveren. Het mag niet zomaar even een opwelling zijn... als je zegt, ik ga wat anders stemmen dan de lijn. En daar mag je ook echt eis aan stellen. Maar als het dan zo blijft... ja, dat is nou eenmaal je eigen verantwoordelijkheid. Dankjewel, Ruud. Wat is jouw koers hierin? Ik zou in ieder geval bij zulke gevoelige kwesties, maar dat geldt eigenlijk voor alle belangrijke kwesties. Het debat in de fractie moet natuurlijk gedaan worden, moet in verschillende rondes. Je kijkt wat je met z'n allen hebt afgesproken in een verkiezingsprogramma. Dan is het ook wel van belang als er iets staat in het verkiezingsprogramma of mensen een voorbehoud hebben gemaakt toen ze zich kandideerden. Als ze dat hebben gedaan, vind ik dat ze daar sowieso meer ruimte krijgen. Als ze dat niet hebben gedaan, maar toch hele fundamentele bezwaren hebben, dan vind ik dat ze dat heel tijdig moeten aangeven. Je kunt niet op de dag van de stemming zeggen, sorry, maar ik was tegen. Dat moet je dus doen. Maar het gaat erom dat je je inzet op elkaar proberen te overtuigen met argumenten. En als dat zo is, ik heb heel vaak, ook in de fractie in de Eerste Kamer, hebben de debatten gevoerd en dan op een gegeven moment probeer je de meerderheid te overtuigen. En soms lukt dat en dan stemt de fractie volgens jouw lijn. En soms lukt dat niet, maar heb je het gevoel gekregen, ik heb de kans gehad verre inbreng te leveren. De fractie in meerderheid vindt toch iets anders. En meestal stem je dan mee met de fractie. Behalve als je zegt, van dit kan ik niet. Of je hebt een voorbehoud gemaakt, of het is zo principieel, dat heb je ruim van tevoren aangegeven, dan moet die vrijheid er zijn. Maar dat blijven de uitzonderingen, maar pas nadat je uitvoerig met elkaar erover gesproken hebt. Dank jullie wel. Duidelijkheid? Oh, nog één laatste slotvraag, heel kort. Als het moet hoor, mag niet. Mag ook complimenten aan antwoorden. Nou, dat op zijn minst, want het is natuurlijk een hele moeilijke kwestie. Maar ik vind de beantwoording van mevrouw Stent eigenlijk onvoldoende. Als iets heel gecompliceerd is, dan had je dus bij wijze van spreken uitstel moeten vragen van de behandeling. Hè, als er meer tijd nodig is om die afweging te maken. Maar je bent een politiek orgaan, dus ik vind dat je als fractievoorzitter het tot een conclusie moet kunnen laten komen. Dank u wel. Ik zie het meer als even een oproep, als ik zo vrij mag zijn, ook als een oproep meer om zorgvuldigheid na te streven en juist die ruimte voor het debat te nemen. Je mag er even op reageren, maar ik wil ook even door naar de volgende vraag, is het meer. Ja, ik wil daar alleen één ding op zeggen. Ik was geen fractievoorzitter toen dit gebeurde. Oké, is dat weer rechtgezet. Dank je wel. Ja. Ik zie hier nog twee. Ik wil even, en dat is een telefoon, die mag ook, maar hier staat een hand. Mevrouw, wat wilt u vragen aan wie of welk onderwerp? Het onderwerp is de wetgeving. We merken met grote regelmaat dat wetten een bedoeling hebben, maar zo geformuleerd worden dat ze niet werkbaar zijn. Ik denk dat iedereen in deze zaal daar uitvoerig verhalen over kan. Dus de intentie van de wet en de werkbaarheid van de wet. Wat gemist wordt, en waar ik een groot voorstander van ben en graag jullie reactie op heb, is dat bij elke wet die in de Eerste Kamer komt een paragraaf zit, gemaakt door gedragswetenschappers, over de haalbaarheid in het menselijk gedrag van hetgeen beoogd wordt. Zodat we het voorbeeld van de 18 formulieren... Ja, en dan kun je je eigen politieke afweging maken. Maar dat, bij mijn weten is er geen gedragswetenschapper op enig ministerie aan het werk in die functie. Dus dat zou winst zijn. Dus de vraag is, komt zo'n soort, ja, ik noem het maar even bijsluiterder. Jeroen, wil jij als eerste reageren? Wat jou betreft, zie je er wat in? Ja, dat het niet meegewogen wordt, dat weet ik niet zeker. Volgens mij zijn er wel bij een aantal wetten op ministeries wordt ook wel, hè, er wordt dus een brede consultatie. En er zit ook op is het, ligt het in lijn van gedrag, zullen we maar zeggen. Hè? Gaan mensen dit ook doen wat beoogd is? Maar
Het is veel beter hierin om dat standaard te doen. Want dat is natuurlijk de kerntaak van de Eerste Kamer. Is die wet uitvoerbaar? En u heeft groot gelijk dat zo'n wet heel vaak grote politieke idealen, nog veel vaker politieke compromissen. En het kind van de rekening is wel degene die uiteindelijk met die wet moet werken of er onder de werking valt. Dus ik vind het een erg goed idee. Dankjewel. Esther Meerm, hoe kijk jij er tegenaan? Bij de uitvoerbaarheid van wetgeving is het essentieel om te kijken naar hoe gaat het uitwerken. En daarom hebben wij in de Eerste Kamer ook een vernieuwde uitvoeringstoets ingevoerd. En in die vernieuwde uitvoeringstoets zitten precies de verwachte gedragingen van mensen. Want in beleid gaan we te veel uit van de koele calculerende homo economicus. Terwijl we ons laten leiden door emoties en angsten, het allemaal hartstikke ingewikkeld vinden. Ook iedereen weer op andere manieren reageert. Ik weet dat als gedragseconoom. Ik doe daar zelf onderzoek naar. Maar ik weet ook dat er binnen de ministeries behavioral insights teams werken. En die hebben bijvoorbeeld gevonden dat als je nou de daken wilt laten isoleren, dan dachten wij altijd, dan gaan we maar een beetje subsidie tegenaan gooien. Dan gaan mensen hun daken wel isoleren. Maar wat blijkt, die hebben allemaal zo'n zooi op zolder. Die gaan dat niet met een beetje subsidie doen. Die willen eigenlijk liever iemand die even komt helpen om je zolder op te ruimen. Dat is nou een heel mooi voorbeeld van hoe je het echte menselijke gedrag in beleid kunt verankeren. Ik doe daar onderzoek naar en ik breng dat ook waar het kan in mijn Eerste Kamerwerk. Dankjewel. Via de homo economicus en het opruimteam gaan we naar de andere kant. Ruud, hoe kijk jij er tegenaan? Moet zo'n soort bijsluiter of zo'n soort paragraaf daar meer aandacht in krijgen? Ik vind het een heel goed idee en ik vind dat het tot de taak van de Eerste Kamer behoort om er in ieder geval naar te vragen of bij de opstelling van de wet en het voorgaande proces ook dat soort aspecten zijn meegewogen. Ik vind dat je daar echt nadrukkelijk moet vragen. En als dat niet zo is, dan moet je de vraag of dat alsnog kan gebeuren. En desnoods even de behandeling en de stemming over de wet uitstellen. Ik vind dat wel heel erg belangrijk. Maar het gebeurt op sommige plekken al wel. Soms ook te weinig. Ik heb laatst een idee van, nou ja, een nieuw stembiljet moet worden ontworpen. Nou, dan kun je ook het gedrag van hoe mensen gaan stemmen, hoe ze dat doen in zo'n stemhokje met 80 dingen. Nou, dat wordt helemaal uitvoerig getest hoe je dat kunt doen. En dat is heel belangrijk om te weten of het ook succesvol zal zijn. Dus je kunt niet als Eerste Kamer zelf natuurlijk al die testen gaan uitvoeren, maar je moet wel systematisch vragen of naar dat soort uitvoeringsaspecten is gekeken bij de voorbereiding van de wet. Dankjewel. Gedrag van mensen bij wetgeving. Meili, wat denk jij liever ervan? Eigenlijk al eerder, hè? Liever al dat de Tweede Kamer erover nadenkt. Want het punt is, als het dan bij de Eerste Kamer, als het dan bij de uitvoeringstoets of een uitgebreide uitvoeringstoets nog een paragraafje gezet moet worden, zijn we eigenlijk al te laat. Want ik denk ook gezien de rolopvatting van de Eerste Kamer dat ze niet zo snel dan zeggen van, nou ja, dat paragraafje zit er niet bij, we stemmen tegen de wet. Ik zie helaas inderdaad heel veel wetten die dan ogenschijnlijk technisch perfect waren en dan in de praktijk blijken tot grote ellende te leiden. Bijvoorbeeld veel arbeidswetten, de wet DBA voor ZZP'ers. Leek heel simpel, iedereen mee eens, technisch perfect. Eén grote chaos. Ook omdat we het niet vooruit konden zien. En wat dan heel belangrijk is, en daar komt dan toch weer de politieke rol van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De rechter kijkt uiteindelijk ook naar de bedoeling van de wetgever. En dan kijken ze dus naar de handelingen. Dan kijken ze ook wat heeft nu de wetgever bedoeld. En ik denk dat daar ook, dat wij veel actiever ook in de handelingen, die allemaal niet per se in de wet komen, ook niet per se in moties komen, dat we ons uitspreken. Wat willen wij nou met deze wet? Wat moet het nou bereiken? En daar heeft een rechter, die toch best wel vaak wetten krijgt die misschien niet helemaal duidelijk zijn, daar heeft een rechter wat aan. En dat is onze taak. Dank jullie wel. Ik wil nog even de gelegenheid geven voor één laatste vraag, als die er nog is, bij een van jullie. Ja, daar voorin. Mevrouw, wat is uw vraag? En aan wie? Aan allemaal eigenlijk. Er komt een wet. Ik ben voorzitter van Medinggroep Armoede en Eenzaamheid van Gijs van Dijk. Dus veel met armoede bezig. Er komt een wet in de Eerste Kamer en die lijkt perfect om armoede aan te pakken. Maar er zitten wat haken en ogen aan. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Hoe gaan we om met de haken en ogen? Meili. Ja, ik zou voorstemmen. Als die haken en ogen kan je natuurlijk proberen te repareren met de handreikingen die je doet aan de regering of aan de initiatiefnemer. Je kunt eventueel met de novelle, zou je hem kunnen wijzigen. Maar als een wet voldoet aan onze bedoelingen, en ik zie dus te vaak wat ik net al zei, wetten die sowieso leken perfect blijken er toch niet te zijn. De rechter, de uitvoerder heeft er wat aan als zij gewoon goed weten wat de bedoeling is.
Dus ik zou in dit geval, tenzij die wet natuurlijk heel erg krakkig mikkig is en je kunt er niet mee werken, maar als het een klein aantal haakjes en oogjes zijn, gewoon voorstemmen en zorgen dat het snel geëvalueerd wordt. Want we moeten vooruit in het land. Dank u wel. Jeroen? Ik heb zelf 3 initiatiefwetten verdedigd in de Eerste Kamer. En bij dat verdedigen wachtte ik niet tot de Tweede Kamer gestemd had. En ik aan de beurt was in de Eerste Kamer. Ik ging eerder naar de Eerste Kamer en zeg, hier, dit gaan worden. Hebben jullie nu al opmerkingen? En zo zou ik ook als Eerste Kamerlid werken. Namelijk zo vroeg mogelijk in dat traject al zeggen, jongens, als jullie straks bij ons zijn, let hierop. Dit is een fantastische wet, maar er zitten wel een paar praktische punten in. Want op dat moment kan er nog gewijzigd worden. Als je bij de Eerste Kamer bent, dan wordt hij al een stuk moeilijker. Je kan ja of nee zeggen, met een omweg kan je hem nog eens even terugsturen, maar dan heb je een enorme vertraging. Dus vooruit denken, dat is mijn motto en dat zal ik dan ook gaan doen. Dankjewel. Esther Mirjam? Een wet die niet deugt, moet niet door de Eerste Kamer worden aangenomen. De Eerste Kamer heeft instrumenten om ervoor te zorgen dat die wet wel deugt. Allereerst vroeg in het traject bij de minister of bij de initiatiefnemer aan de bel trekken. Komt die bij ons? Dan gaan we er niet mee akkoord. Zorg er vooral voor dat die haken en ogen zijn weggewerkt. Luistert de minister niet, dan is die bij ons. Dan gaan we eerst een hele lange schriftelijke behandeling waarin we de haken en ogen onder de aandacht brengen. Dan hebben we andere instrumenten die we kunnen inzetten. We kunnen met moties en toezeggingen werken. Dan is het vaak ook net even afvragen wanneer moet je met de minister in gesprek, wanneer moet je met de politiek assistent in gesprek. Vervolgens kunnen we ook nog vragen om een novelle, of de minister moet het aanbieden, een novelle. Dan gaat hij weer terug naar de Tweede Kamer en wordt hij aangepast en komt hij weer bij ons. En tenslotte heb je nog het instrument van de reparatiewet. Dus wat belangrijk is, als zoiets komt, dat je goed weet wat het politieke handwerk is, welke instrumenten je tot je beschikking hebt. En dat is rijker dan je in eerste instantie zou denken, omdat de Eerste Kamer geen recht van initiatief en geen recht van amendement heeft. Dankjewel. Ruud, als laatste, Job. Ja, ik sluit maar bij SME, omdat de Eerste Kamer kan meer dan alleen maar ja of nee zeggen. Vroeg in het stadium van de wetgeving kijken of je al contacten kunt leggen. Maar als je eenmaal bij de Eerste Kamer komt, zo begrijp ik de vraag. Prima doel voor een sociaaldemocraat, maar daar zitten haken en ogen aan. Ja, ligt er natuurlijk aan hoe groot die haken en ogen zijn. Als ze heel groot zijn, dan niet gelijk tegenstemmen, maar proberen door toezeggingen, uitleg, nadere interpretatie van de minister te krijgen. Soms is het op het randje van wat de Eerste Kamer kan, zeg ik als lid van de Staatscommissie nu eventjes, want dat, novelles, mag dat allemaal wel eigenlijk? Moet dat niet op een andere manier? Maar als je in de Eerste Kamer zit, gebruik je je bevoegdheden, toezeggingen loskrijgen om te kijken of daar toch nog iets aan kan worden gedaan, aan die haken en ogen. Is dat voldoende teruggebracht? Daar stem je voor. Blijft die haken en ogen echt zitten? Is het kwalitatief niet goed? Gaat het niet werken? Al is het doel nog zo fantastisch. Dan moet je zeggen, deze wet niet, maar komt u alstublieft met een betere. Dank u wel. Bent u nou overtuigd dat deze toppers die haken en ogen kunnen wegwerken of niet? Van 2 van de 4 wel, ja. Oké, dank u wel. Ah, kijk aan. Dat brengt mij bij het einde van het debat. Ik wil graag een applaus voor deze 4 kanjers. APPLAUS